Buonanotte. Buonanotte. Hoe ben je? Hoe was dat? Kijk, je hoofd schudt mee met mij. Bon. Dames en heren, je weet elke week, ik heb een assistent voor mij hier te helpen. Maar mijn co-assistentia die is op werkbezoek naar Curaçao. Tenminste, ze is op bezoek op Curaçao en daarom is ze niet aan het werk. Dus ik heb speciaal voor haar een stagiaire in dienst genomen. Het is mijn nichtje uit Curaçao. Geef haar alsjeblieft een applaus, Junelisa! Geef haar een applaus, Junelisa! Ik heb gezegd, als je je naam hoort, moet je komen. Ik ben er toch? En wat is die kleren die je draagt? Ik heb gezegd, draag mooie kleren. Dit is gewoon stage, hoor. Dat je moeder is mijn zus, echt. Anders... Ga in die keuken, maar man. Ik wil bijna die gordijn liggen halen om je chagrijnige gezicht niet te zien, man. Ik heb je moeder beloofd, ik ga je op tv laten zien, dus... Zijn die telefoon weg doen? Jeugd van tegenwoordig. What's gebeurd? Dames en heren, elke week, we zetten al die postcodes van deze lieve mensen in een grote tombola. Dan draaien we het rond, we draaien het rond. En dan trekken we een nummer eruit van degene die heeft gewend. En vandaag heeft gewend... Jane! Ik weet niet waar is Jane? Ben je mee? Waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam? Origineel ook? Ja. En dus je praat Nederlands? Ja. Mooi zo, Jane. Jane, wat voor werk doe je? Ik ben sportinstructeur. Sportinstructeur? Wat voor sportinstructeur je? Zumba-lessen, yoga, steplessen. Dus je bent een jeep? Ja, best wel. Ja. Okay, en is er ook een meneer Jane Tarzan of zo? Soms. Ja? Soms. Hij is er... Oké, ik hoop niet dat hij kijkt. Anders maak die tv af en toe uit. Oké, Jane, we gaan wat over Caribbean vragen. Het allerbeste van de Caribbean, zo heet deze onderdeel tegenwoordig. Ben je wel eens in de Caribbean geweest? Nee, nog nooit. Nooit naar Suriname geweest, toch? Ook niet. Maar je ouders komen uit Suriname? Ja, dat maar wel. Je bent daar nooit geweest? Nee. Aidoosje, wat doe je volgende week? Mag ik mee? Ja, kan je met me mee? We gaan met mijn private vliegtuig. Het staat SLM opgeschreven. Ja? Oké, wow. Oké, we gaan even kijken. Afgelopen week was de overinterland Frankrijk-Nederland. Heb je dat gezien? Gedeeltelijk. Nederland heeft vreselijk verloren. 0-2. Maar aan de andere kant, op het mooiste gedeelte van de wereld, het Caribisch gebied, werd er ook een belangrijke wedstrijd gespeeld. Namelijk Barbados tegen Jamaica. En onze vraag gaat vandaag over het Jamaicaanse team. Laten we kijken naar een stukje van Jamaica. Draai die tape, kom, jongen. Let's get together and... Oh, is afgelopen. Sorry. Dus Jamaica heb je gezien? Ja. Maar de vraag komt nu, kijk, die Hollandse voetballers worden de leeuwen genoemd. De leeuwen van Oranje. Mm-hmm. In Frankrijk noemen ze Les Bleus. Want ze dragen blauw, bleus. Ja? Mm-hmm. Lijkt een beetje op koeien. Bleus, maar Les Bleus. Maar hoe noemen ze de voetballers van Jamaica? Die elftal van Jamaica. Mm. Is het A? Hou die dingen een beetje goed, dat mensen kunnen zien. Is het A, de Reggae Boys? Is het B? De Wailers? Of is het C, de Dreadlock Wizards? Ik denk C. Jij denkt de Dreadlock Wizards? Zeker, douche? Mm-hmm. Ja? Ja. Dat heb je niet geleerd op Zumba-les, dus. Oké. Laten we kijken wat is de juiste antwoord. Wee, laten we zien.
Helaas, het is de Reggae Boys. Maar je komt toch uit Jamaica? Niet allemaal hebben dreadlocks. Begrijp je niet allemaal? Dus daar is moeilijk. Weet je ook niet, alle zwarte mensen hebben curly. Ja. Wat is dat? Oké, maar zeer. We gaan naar de tweede vraag. Dat is een cursus Jamaicaanse patois. Weet je wat is patois? Nee. Oké, dus ik ga je helpen. Is de dialect die ze spreken op Jamaica. Ja? Okay. Een nichtje van mij geeft even een voorbeeld van een zin. Luister goed. Where you are set or where you are set. Where you are set. Where you are set. Where you are set. Maar wat betekent die zin? Where you are set. Betekent het A. Where is the... Where is the C? Betekent het B. How are you doing? How is your say? Of betekent het C? I did not touch your sister. Is je zuster hier? Nee. Ik heb haar niet aangeraakt. Zuster wel. Even denken. Wat was het? Wat ja, C. B. B? How you doing? Laten we kijken wat zegt ze. The expression "where you are say" or "where you are say" can literally mean "what are you saying" or it can actually mean "how are you doing." Helemaal goed. Kom door, Tje. We gaan direct doorglijden naar vraag 3. Waarom FaceTime jullie direct met je moeder? Zeg dat je bent ontslagen van die job. We luisteren naar de muziekvraag. Bon, speel die band. January, February, March, April, May, June, July. Oké, stop hier. Nu komt de vraag, hoe gaat het verder? De tekst. Waarom lach je zo? Omdat jij... Bon, is het A. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Is het B. August, September, Oktober, November, December? Of is het C. Weer januari, februari, maart, april, juni, juli, want in de Caribbean werken ze maar 7 maanden. De rest is vakantie. Wat was het ook alweer? B. B. August, september, oktober, november, december. Dat denk je? Harte speelt die ding. Maak die meisje happy. August, september, oktober, november, december. Helemaal goed, Doosje. Ja, één keer is genoeg. Goed zo, je zit. Dus, je mag een prijsje kiezen. Doe je. Maak die deur open. Dan doe zo, dat die vrouw kan kiezen. Zo, met je hand. Doe zo. Kies een prijsje, Doosje. Deze. Ga je die nemen? Ja. Ja? Dank je wel. Ik vond het leuk dat je er was, Jane. Dank je wel. Geef een applaus, Jane. Ja. Dames en heren, we gaan nu kijken naar die slanke Surinamer. Quintus, hij gaat namelijk naar Australië voor WK voetbal. Elke week hij neemt een ander land in zijn loop om te kijken waar die mensen gaan naartoe. Maar in die filmpje, er wordt een shirt gesigneerd. En die shirt kan je kopen per veiling voor het goede doel. En daarvoor ga je even naar onze website van Surinamer, dan kan je zien hoe je het kan doen. Bon? Oké, we gaan nu kijken naar mijn grote, dikke vriend. Soko!